We zijn hier vandaag in Sint-Parks de Mol bij de 12 kerstverse finalisten van Mr. Gay Belgium 2018. Tijd om ze beter te leren kennen. Ik heb hier naast mij Simon. Dag Simon. Hallo. Je mag jezelf eventjes kort voorstellen. Ik ben Simon, ik ben 19 jaar en afkomstig uit het West-Vlaamse Ingelmunster. Ik heb 1 broer en 1 stiefbroer. En nu zit ik in mijn 7e specialisatiejaar zorgkundige. En dat studeer ik in Itegem. Oké, heb je hobby's? Ja, ik doe al toneelschool. Ik doe al 3 jaar toneelschool en ik doe dat met superveel liefde. Oké, waarom toneelschool? Ik sta graag in de kijker. ja, echt waar. En om mensen te entertainen en zo, ik doe dat super graag. Ja. Oké, waarom neem je die al aan Mr. Gay Belgium? Ik wil heel graag mensen helpen die uit de kast willen komen. Ik heb daar zelf ook heel veel moeite mee gehad. Ik heb daar ook negatieve ervaring mee. En later in de finale wil ik graag een website opbouwen. Waardoor dan de mensen allemaal tips kunnen vinden om misschien vlotter uit de kast te komen. Je zegt je hebt negatieve ervaringen. Wat de welke? Jammer genoeg heeft mijn mama op mijn 16-jarige leeftijd buiten gesmeten, buiten huis. Omdat ik uit de kast ben gekomen en dat heeft mij heel veel pijn gedaan. Maar mijn papa heeft me heel goed opgevangen, dus ik ben daar super dankbaar voor. Dat is inderdaad spijtig genoeg in onze bikkelharde maatschappij. Nu, welke raad zou je willen geven aan de mensen die hetzelfde meemaken dat jij? Ga er gewoon voor. Jij bent niet verkeerd. Ook al denk je dat, nee, je bent dat echt niet. Gewoon ervoor gaan. En het belangrijkste is, je moet dat doen als je er echt klaar voor bent. U niet zelf pushen, want anders komt dat niet goed. Oké, we gaan een keer een paar andere vragen stellen. Stel je voor in een volgend leven, welk dier zou je willen zijn? Een pauw, om daarnet terug te komen van uw vraag van waarom toneelschool. Omdat ik graag in de belangstelling sta. Ik val graag soms een keer op. Dus ja, daarom een pauw. Oké, wat is jouw levensmotto? Maar ga er gewoon voor je leven. Echt, kijk niet waarom de mensen denken. Omdat ik heb dat nu meegemaakt van uit de kast te komen. En dan denk ik zo van, so what? Dus ga gewoon voor je leven. Doe het. Oké, en dan om af te sluiten. Stel je voor je bent voor 1 dag onsterfelijk. Wat zou je allemaal doen? Vliegen. Echt waar. Ik wil super graag een keer gaan vliegen. Echt waar. Gewoon. Omdat je kunt dat zo iedereen in de mot houden en zo. Dus ja, vliegen. Oké, dankjewel Simon.